Welkom terug bij de laatste instructie van vandaag, de les van de estafette. Nou, wat we gaan doen vandaag, we gaan zo meteen samen starten met het flitsen. Dan gaan we samen vloeiend en vlot oefenen. En dan gaan we uit elkaar, dan ga ik het plusboek ga ik vertellen wat zij kunnen gaan doen van les 28. En met het basisboek, daar ga ik zelf ook nog een stukje mee verder. Tevens heb je even nodig de kaarten van Pravo. Nu kun je die alvast pakken, dan heb je kaart 305 nodig. Ja, dus zoek even je spullen bij elkaar. Je hebt je vloeiend en vlot nodig. Het bord, dat staat er al. Je werkboek op bladzijde 56 en 57. En de kinderen van het basisboek hebben ook nog bladzijde 34 en 35 nodig. De tekst over afval scheiden. Dat is dezelfde tekst als die we gisteren hadden. Dus pak het even allemaal. Yep, dan gaan we starten. We beginnen weer met het flitsen van de kaarten, van de woorden. Hij staat al op rennen, dus het tempo ligt al wat sneller. Dat doe ik twee keer en daarna doe ik hem nog één keer versneld. Daar gaan we. 3, 2, 1 en start. Oké, dat waren ze allemaal. Ik zei het al, ik doe het twee keer in hetzelfde tempo. Dus hier komt hij nog een keer in het rentempo. Daar gaat hij. 3, 2, 1 en start. Pak ik dezezelfde woorden nog één keer, maar dan op het snelste tempo. Dus zet hem op, dan gaan we. 3, 2, 1 en start. Okay. Wat ik nu nog doe, ik ga wisselen. Dus we krijgen andere woorden. Die zet ik niet op het langzaamste tempo, maar ik ga hem wel eentje sneller. Die doe ik nog twee keer. Daar gaan we. Zet hem op. 3, 2, 1 en start. Oké. Doe ik nog één keer in hetzelfde tempo. Klaar ervoor? Dan gaan we. 3, 2, 1 en start. Nou, dat waren de flitsoefeningen van vandaag. Dan zei ik al, dan pak je ook nog even je vloeiend en vlot erbij. En de kaart waarmee ik start is kaart 55. Gisteren hadden we ook de kaart gedaan met de Griekse ei. En die pak ik vandaag nog een keer. Dezelfde categorie. Dus woorden met de Griekse ei, kaart 55. Wat ik doe, ik lees het rijtje en jullie lezen mij na. Dus ik lees het hele rijtje. Gymschoen. Drinkjoghurt, encyclopedie, aquagym, symbolen. Tweede rij, internethype, hyperlink, tryout, recyclen, flyer. Rijtje 3, type, penalty, privacy, cycloon, hygiëne. De
laatste rij, cryptogram, synchroon, synthetisch, gymnasium, woestijn links. Als je goed hebt geluisterd, zie je wel dat je die Griekse ei wel op verschillende manieren uitspreekt. Ik heb hem als de e, ik heb hem als de i, ik heb de j-klank. En gisteren zei ik ook dat we die i-klank hadden. Nou, ga ik naar de zinnen. Ik lees de zin voor en jullie herhalen bij mij de zin. Dan gaan we de eerste. Dat filmpje is echt een internethype. Miljoenen mensen hebben het al gezien. Het toneelstuk werd uitgeprobeerd in de kleine zaal. Dat heet een try-out. De derde zin. Een cycloon is een tropische wervelstorm die voor veel schade kan zorgen. Zin 4. Mijn moeder is dol op puzzelen. Ze lost het liefst een cryptogram op. En dan de laatste zin. Deze trui is niet van natuurlijk materiaal gemaakt. De stof is synthetisch. Nou, wat je nu kan doen is heel even het filmpje op pauze zetten. Dan oefen je deze kaart nog een paar keer voor jezelf. Want er zitten echt wel pittige woorden tussen. Nou, heb je dat een paar keer geoefend, dan sla je de bladzijde om. En dan gaan we naar kaart 56. Woordenwerp met de Griekse ei. Wat ik doe, ik lees de tekst voor en jullie lezen hem daarna hardop na. Doe dat ook weer een paar keer. Daar gaan we. Hoe jagen deze dieren? Hyena's gaan 's nachts op jacht. Ze jagen vaak in een groep. Ze omsingelen hun prooi en gaan er tegelijk op af. Hoe groter de prooi, hoe meer hyena's nodig zijn voor de jacht. Moment. Sorry. Woestijnlinksen nemen royaler de tijd. Het is niet het type dier dat actief jaagt. In een boom of achter een rots wachten ze tot een prooidier langskomt. Dan vallen ze aan. Als een woestijnlink zijn prooi niet binnen enkele meters te pakken krijgt, laat hij die gaan. De tijgerpython is een van de grootste wurgslangen ter wereld. In zijn mond heeft hij speciale zintuigen om een prooi in het donker op te sporen. Hij wint zich om zijn prooi heen en wurgt hem dan. Nou, dat was de tweede kaart. En ik zei net al, zet me daar weer heel eventjes op pauze. En dan herhaal je ook deze kaart weer een paar keer. Nou, dan ga ik, op het moment dat je daar de kaart een paar keer gelezen hebt, had ik je er straks al laten zien dat je van de Pravo-kaart deze nog kan oefenen. Kaart 305. Zet de timer van de telefoon, of misschien heb je een zandlopertje weer een paar keer op 1 minuut. En ga jezelf gewoon goed trainen. Dat goed geoefend blijft. Dat als we straks weer allemaal in de klas kunnen zijn, dat we ook wel lekker door kunnen gaan. Nou, ik zei dat straks al. We doen een stukje samen, we doen een stukje apart. Wat ik nu heel even doe, is met het plusboek kijken naar de uitleg. Het basisboek pakt er alvast bij. Werkboek bladzijde 56 en 57. En je zocht in je tekstboek even de tekst terug van afvalscheiden. Kunststofscheiden, sorry. Nou, het plusboek zei ik al, daar ga ik even mee starten. Jullie hebben gisteren, ook al hadden we het al gehad over waar pak ik een pauze, wat is een handig moment. Nou, dat ga je vandaag nog een keer oefenen, maar dan met een andere tekst. Gisteren hadden we de tekst van kunststoffen scheiden, vandaag passen we dat toe op de tekst en die heet Geniaal. Nou, die tekst die gaat over Leonardo da Vinci. Wie dat was, laat ik je in de tekst zelf lezen. Daar kom je zelf achter op het moment dat je de tekst goed leest. Bij vraag 1 zeggen ze, deze tekst gaat over Leonardo da Vinci. Wat denk jij aan bij die naam? Dus puur kijken naar die naam. Nou, wat zegt mij dat? En kruis aan wat voor jou de naam zegt. Dan ga je de tekst lezen. Die heb je dan helemaal gelezen. En bij opdracht 3 ga je hem nog een keer terugpakken, maar dan in stukjes. Want je ziet heel goed dat de tekst verdeeld is in een aantal grijze vlakken. Daar ga je dan mee aan de slag. Laat er goed op, want dat is het doel van jullie les van vandaag, op die adempauzes. Het zijn lange zinnen, er zitten lastige woorden in, er zitten ook moeilijkere lange woorden in. Dus hoe pak ik dan mijn rust in een zin? En kijk dan ook, hey, lukt me dat?
Nou, heb je dan nou geoefend met die tekst, dan kunnen jullie nog je vloeiend en vlot pakken op kaart 67. En dan kun je nog een keer kijken naar de tip die daar staat. Dus dan kun je die nog een keertje goed lezen. Heb je nou de tekst een paar keer goed geoefend? Heb je jezelf goed getraind van, hey, hoe pak ik nou die pauze? Dan maak je nog de ik begrijp en ik vind. Kijk goed wat er staat en beantwoord voor mij de vragen. Heb je dat gedaan? Kijk ook nog eens terug in je werkboek of je bijvoorbeeld de vorige les of je misschien nog iets niet helemaal af hebt gemaakt. En dan kun je altijd nog oefenen met oude kaarten, met kaarten van vloeiend en vlot die we in eerdere lessen al gehad hebben. Jullie moeten het filmpje dadelijk nog niet helemaal uitzetten, want ik wil aan het einde nog heel even vertellen van welke lessen ik graag een foto heb. En als jullie nou mijn instructie helemaal uitzetten, dan zie je niet meer van welke les ik nog een foto wil krijgen. Dus je kunt het geluid bijvoorbeeld wel heel even iets zachter zetten. Of wat je ook kan doen is even doorspoelen naar het einde, want dan zie je van welke taal en spellingles, estafette of rekenen ik graag een foto wil hebben. Nou, ik zie jullie morgen weer en dan ga ik nu verder met het basisboek. Ja, morgen betekent dus wel eerst even kijken wat moet ik nog gaan fotograferen of gewoon even het geluid uitzetten. Dus nog niet meteen helemaal afsluiten. Nou, het basisboek zei ik al. Jullie hebben heel eventjes moeten wachten. Wat ga ik leren staat er? We gaan weer aan de slag met de woorden met de Griekse ei. Ook voor jullie, wanneer pak ik een pauze in een zin? Hoe pas ik dat toe? Zonder dat ik in ademnood kom. Ik pas dit toe op de tekst kunststof scheiden. Dat is de tekst die we gisteren ook hadden gedaan. Nou, het eerste stukje aan de slag. Lees de rijtjes staat er. In welke twee rijtjes klinken de blauwe letters niet hetzelfde? Kruis aan. Ik lees de rijtjes voor, zodat jullie de woorden goed horen. Ga ze daarna ook zelf nog een aantal keren goed, vloeiend en vlot oefenen. Rijtje 1. Gymnasium, royaler, synchroon, cryptogram. Woestijn links, recyclen, hype, flyer. Rayon, yoga oefeningen, jel, jatsé. De opdracht was, waar klinken ze niet hetzelfde? Daar komt een kruisje onder. Bij opdracht 2, lees de zinnen en stel steeds de vraag, wat? Een groepje van 3 of 4 of 6 mensen geeft daar antwoord op. Zet er een streep onder. Dus je leest de zin, je stelt jezelf de vraag, wat? En het antwoord, daar zet je een streep onder. Nou, kijk ik even naar die eerste zin. Over het recyclen van afval schrijft mevrouw de koning een boze ingezonde brief. Dus wat schrijft zij? Zij schrijft een boze ingezonde brief. Dus steeds kijken, wat gebeurt er in de zin? Heb je dat gedaan, lees je de zinnen nog een aantal keren vloeiend en vlot voor. Dan bij opdracht 3, lees deze zinnen over kunststoffen scheiden. Zet in elke zin een streepje waar je kort adem kunt halen. Gisteren hadden we ook al gezegd, kort adem. Het is niet dat je gewoon echt een hele pauze inlast. Nee, kort even kijken van, en dan ga ik weer door. Bij opdracht 4, lees de tekst kunststof scheiden. Nou, we hebben gisteren de tekst al hardop gelezen. Die heb ik ook hardop gelezen. Ik ga hem nu niet meer hardop voorlezen, maar ik verwacht wel van jou dat jij hem nog een keertje voor jezelf doorneemt van, oh ja, waar ging die ook alweer over? Heb je hem helemaal gelezen, dan kies je zelf één stukje uit de tekst uit. Dat je een aantal keren hardop gaat oefenen, vloeiend en vlot en goed op die ademhaling letten. Dan bij opdracht 5, kleur en gezichtje. Ik kan de tekst kunststof verscheiden, vlot lezen, want het gaat nog niet zo goed. Ja, dat gaat wel goed of hey, dat gaat super aan. Dan kruis aan. Het vloeiend lezen van de tekst vind ik nog lastig, al best goed gaan of al goed gaan. Nou, heb je dat gedaan, dan kun je nog oefenen in vloeiend en vlot kaart 54 tot en met 57. Dat zijn de kaarten met de Griekse ei. En je zou nog een keer naar de tip kunnen kijken op bladzijde 67 in het vloeiend en vlot boekje over het ademhalen. Dan vraag 6. Lees met de zandloper de woorden goed en vlot. Zet dan een streepje tot waar je komt. Dat is hetzelfde wat we eigenlijk in de klas op de dinsdagmiddag altijd doen met de Pravo-kaarten. Dus ik lees de woorden even voor, zodat je de woorden ook gehoord hebt en ook zeker weet, oh, dan spreek ik ze goed uit. Daar gaan we. Glooiing, biscuit, quasi, cycloon, onherstelbaar, vegetarisch, 33, panties, fansite, conflict.
Inleveren, keyboard, hygiëne, receptenboek, chocoladevla, vanille, nylon, examinator, bezoekerscentrum, hockeytrainer. Architect, psycholoog, jurylid, patiënten, hype, skydiven, pixel, oplichterij, enquête, muziekinstrument, hyena, aangedreven, provincies, turquoise, mysterieus, dessert, bevestigen, zeehondencrash, superhandig, getypt. Oefen de rijtjes een paar keer en zorg dat het goed, vloeiend en vlot verloopt. In het werkboek zeggen ze ook weer gebruik de zandloper. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je die thuis niet hebt. Dus vraag nog even of je de timer van papa of mama van de telefoon mag gebruiken. Nou, dan ben ik aan het einde van mijn instructie van estafette. En dan zei ik al, ook tegen de kinderen van het plusboek. Wacht even, verkeerde knop. Niet helemaal uitschakelen. En ik wil nog heel even graag wat foto's zien. Namelijk, van rekenen wil ik van de les van vandaag een foto zien. Dus dat ik zie van, hey, ik heb de som gesnapt en hoe heb je hem nou opgelost? Van taal, van je blauwe schrift, wil ik dadelijk ook graag een foto zien. Van spelling, van les 10. Dat is de linker en de rechter bladzijde. Want dan zie ik meteen hoe je ook gisteren je dicté had gemaakt. En van estafette had ik ook graag een foto van de les van vandaag. Dan heb ik het klaarwerk weer staan. Schoolen, die had ik er gisteren ook al op staan. Gisteren had ik hier redactiesommen staan, maar ik heb nu op staan cambiumnet.nl. En dan zal ik heel even laten zien wat dat is. Dan typ ik in cambiumnet.nl. Dan gaat hij naar de site. En dan kun je een aantal dingen gewoon online oefenen. Je zou kunnen kiezen voor grammatica of voor spelling. Nou, dan open ik even spelling. Dan krijg je een hoop reclame. Maar hier krijg je de verschillende dingen die je zou kunnen doen. Nou, stel je wil van spelling nog een keer oefenen met de hoofdletters. Dan klik je erop. Je krijgt een stukje uitleg. Even klaar. Ik ga te snel. En dan heb je de oefeningen. Oefening hoofdletter 1. Even kijken en dan kun je hier zien van, hey, wat is de juiste volgorde? Je kunt er thuis, ik weet niet, als je thuis met een tablet doet, dan kan je er gewoon op klikken. En anders moet je met de muis heel eventjes erop klikken. Zeg, nou ja, juf, dat heb ik nou wel een paar keer gedaan. Dan kun je die sluiten. En dan pak je een ander onderdeel. En zo staan er van spelling, staan er een heleboel verschillende dingetjes op. Heb je nou extra geoefend met spelling en je wil nog heel even bewegen, dan zou je weer naar YouTube kunnen gaan en dan Nathan Rutjes dag 2 intypen, krijg je weer andere oefeningen dan dat je gisteren hebt gedaan. Nou, ik hoop dat ik die foto's zie. Die kun je me gewoon via de mail sturen. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!